Ja hoor, eindelijk gaan we hem maken, de spaghetti carbonara. Heel veel vragen gehad van wanneer ga je hem eindelijk maken, die heerlijke, echte, authentieke Italiaanse spaghetti carbonara. Nou, het gaat nu gebeuren. Kijk, we hebben de ingrediënten allemaal al staan. Wat hebben we nodig? Boter, olie, spek, eieren, lekkere, droge Italiaanse kaas, uiteraard natuurlijk de spaghetti en een paar teentjes knoflook. Nou, het water heb ik net opgezet. Dat moet nog gaan koken. Dus daar gaan we even op wachten. Ja, brilletje opgedaan, want ja, ik word een dagje ouder. Hè. We gaan alvast wat voorbereidingen doen. Want carbonara maken is eigenlijk heel simpel. Je hebt gezien hoe weinig ingrediënten we nodig hebben. Nou ja, het water is een beetje aan het koken. Maar dat geeft mij een mooie gelegenheid om eens eventjes wat voorbereiding te doen. Wat heb je nou nodig? Je hebt een aantal eieren nodig, maar niet een hele ei. Nee, je hebt alleen maar de dooiers nodig. Ik gebruik in dit verhaal 4 eieren, waarvan 3 met dooier, of alleen de dooier en eentje helemaal. Dus nou, dit is al aardig af zo, kijk dat een klein beetje wit erbij zit, eiwit erbij, dat geeft helemaal niks. Maar je moet eigenlijk alleen de dooiers hebben voor de rest van het verhaal. En dat vind ik eigenlijk allemaal een beetje lastig, want ik ben natuurlijk geen volleerd kok. Kijk, maar het lukt me wel aardig, kijk eens even een mooi dooiertje, hoppatee. En dat doen we dan 4 stuks. Ja, we gaan er eventjes verder met voorbereidingen. Ik heb stiekem een 5e ei erbij gegooid, want het is eigenlijk een beetje naar smaak. Die eitjes gaan natuurlijk klutsen. Dus eigenlijk 1 heel ei en in dit geval heb ik er 4 dooiers bij gedaan. Ja, wat moet daar namelijk op bij? De Italiaanse keuken. Ja, mensen die al een eerder filmpje van mij gezien hebben, die weten het. Het gaat ook heel erg over zwarte peper. Zwarte peper moet er echt in, anders krijgen die authentieke Italiaanse smaak niet. En je ziet het, niet te zuinig mee zijn. Is gewoon goed. Dus gewoon even lekker doorklutsen. Wat gaat hier nou nog verder bij? Nou, het grote geheim van carbonara is, ja, het woord zegt het al, carbonara, varken, spek, dat komt straks pas. Maar een heerlijke, lekkere, droge Italiaanse kaas. Ik gebruik nu een Grana Padano. Grana Padano is een lekkere Italiaanse droge kaas. Je zou ook een andere droge kaas kunnen nemen, zoals parmezaan. Werkt ook heel goed. Maar een pecorino, dat is eigenlijk wat erin hoort. Maar die kon ik hier even niet krijgen, dus heb ik het even zo gedaan. Daar ga ik even lekker een scheut van bijvoeren in het hele verhaal. En dat kluts ik even lekker door elkaar. En dan krijg je een lekkere, dikkere substantie. Die straks lekker gaat mengen door de spaghetti heen. Je hoeft daar niet te zuinig mee te zijn. Het mag best een beetje dikker worden. Dat is niet zo'n probleem. Ik gooi je zo meteen ook nog even een scheutje olie bij. Alvast. Want die olie die zorgt vaak voor dat het... Kijk, dat is een hele nieuwe bus. Dat is altijd fijn. Goed voorbereid ook weer. Maar die trekken we zo open. Klein scheutje olie erbij. Dan zorgt ervoor dat dadelijk alles lekker gaat mengen. Ondertussen wachten we nog steeds op het koken van het water. Dat is nog niet helemaal aan de hand. Bijna. Daar heb ik overigens een klein beetje zout aan toegevoegd. Ten eerste kookt het daardoor iets eerder. En ten tweede krijg je dan iets meer smaak en iets meer bite aan de spaghetti. Ik heb hier een bosje spaghetti, ongeveer 350 gram. Want wij met z'n vieren maken even een middaghapje, dus we hebben geen 500 gram nodig. Ja, ik heb wel extra ei gebruikt, maar wij houden een beetje van die smaak. Want dat is natuurlijk voor de smaak, dat mag je zelf toevoegen. Nou is het water aan het koken. Het is best wel heet, dus ik ga even iets een pannenlapje pakken. Wat nou belangrijk is dat je de spaghetti erin legt. En daar voor de rest niets aan doet. Je moet hem erin laten zakken. En als je erin zakt, niets meer aan doen. Niet doorroeren. Vooral niet doorroeren. Als je het gaat doorroeren, dan wordt het één grote bende. En dat is, dan kan je elke Italiaan vragen. Is niet de bedoeling. Je moet hem er gewoon zachtjes in laten zakken. Wordt vanzelf zacht. En dan verdwijnt hij straks lekker helemaal onder water. En dan laten we hem dus eventjes al dente koken. Al dente betekent dus dat hij nog een kleine bite heeft. Dus dat je hem niet helemaal doorkookt. Hij moet even erin zakken, dat gaat zo meteen gebeuren. Maar ik ga hem absoluut niet doorroeren, want dan wordt hij minder lekker. Nu komt een van de belangrijkste dingen van de spaghetti carbonara. We gaan namelijk de saus bereiden. We hebben hier natuurlijk al het voorwerk gedaan. Wat heb je daarvoor nodig? Boter. En olie. Dus niet alleen boter, maar boter en olie in de 50-50% verhouding. Ietsje erbij mag. Laten we eventjes lekker warm worden en dan gaan we wat toevoegen aan die olie en boter. Nou, een beetje lekker doorroeren zo. Namelijk knoflook. Maar hoe gaan we dat doen met die knoflook? Gaan we die fijn maken? Nee.
Die gaan we even kneuzen. Alleen maar even kneuzen. Hop. Dat die open is. Dan gaat hij die smaak afgeven aan de olie en aan de boter. Want deze drie teentjes die gaan er straks weer uit. Dit kan je trouwens ook naar smaak toevoegen. Ben je niet zo'n knoflookliefhebber, doe het dan één. Ben je een gemiddelde knoflookliefhebber, doe je er twee. Maar wij doen er gewoon lekker drie. Dit laten we even lekker warm worden. En de Italiaanse geuren komen hier al. Ja, knoflook en boter en olie, dat is natuurlijk eigenlijk al een ontzettende lekkere combinatie. Dan laten we even lekker warm worden. Ondertussen maak ik een zakje spek open. Het is geen originele pancetta, dat hoort er natuurlijk in. Maar in de Nederlandse keuken pakken we gewoon een mesje. En gaan we dit lekker toevoegen. Ook naar smaak, hè? Het is carbonara, dus wij gooien er wel veel in. Want wij houden er namelijk van. Bij ons gaat gewoon het hele potje helemaal leeg. Een zakje. En dit gaan wij doorroeren. Dit laten we eventjes lekker een beetje uitbakken, niet te lang. Op een gegeven moment, dan zijn die knoflookjes, worden ze een beetje aan de bruinige kant. Op dat moment ga je ze eruit halen, zover zijn wij nog niet. Dus het moet eventjes een beetje doorgaan op deze manier. En dan wachten we eventjes rustig af tot het spaghetti gekookt is. Dan moet ik echt eventjes iets van doen, want dat is echt een hete ding. Ja, die is nog niet goed, die mag nog eventjes. En zo meteen gaan we dit erbij voegen. Maar dat komt zo meteen. We zijn nu op het punt gekomen dat de spaghetti beetgaar is. Nou, wat gaan we nou doen? Ik heb dit nog lekker aan het bakken op een wat zachter vuurtje. Het moet niet helemaal uitgebakken worden. Ik haal de knoflookjes eruit. Want die wil je natuurlijk niet op je bord hebben. Sommige mensen houden er wel van. Dan moet je ze lekker tussen laten. Maar ik haal dat toch een beetje uit zo. Is het een fijn stukje? Juist, dat is. Nou komt het een van de grote geheimen. Wat ga je doen? Nou, je hebt het natuurlijk bakken. Dit vuur kan uit. Dat is deze. En ik schep gewoon direct spaghetti over in de pan. Het wordt een beetje een kliederboel. Ik heb geen goede tang hiervoor nu. Maar alle spaghetti die ik heb gekookt, die 350 gram, die mogen hier die pan in. We gaan het dus lekker doorhusselen. Ik heb nog meer hoor. Kijken, zo. Want we zijn maar met z'n viertjes. En het is een hapje voor tussendoor eventjes. Hè. Normaal eten wij wel 500 gram spaghetti gewoon met z'n vieren. Ik weet niet of dat allemaal normaal is, maar goed, bij ons wel. Nou heb je dat dus gedaan. Nou moet er nog iets bij. Neem een paar lepels vocht waar je de spaghetti hebt gekookt. Die gooi je hier gewoon bij. Je hoeft niet te zuinig mee te zijn. Want eigenlijk ga je de spaghetti hier nog een beetje in door. En dat wil gelijk al een soort basis van je saus. Want er zit natuurlijk al olie in. Er zit natuurlijk al vet in. Nou, dit hussel je lekker door. En nu komt er iets heel belangrijks. Je ziet dat het al een lekkere sausbasis wordt. Het vuur gaat uit. Want, beste mensen, we moeten er nog wat bij gaan voegen. En wat gaan we erbij voegen? Nou, deze substantie die wij hebben gemaakt, oftewel de saus van de carbonara. En je ziet het, hè, we gebruiken geen crème fraîche, we gebruiken geen room, helemaal niets. Gewoon alleen maar natuurlijke producten. En je moet hem even af laten koelen, want als je het ei hier direct opgooit, dan heb je opeens een gebakken ei liggen op je spaghetti. En dat wil je natuurlijk niet, want je wilt natuurlijk die heerlijke carbonara hebben. Dus hij moet ietsje afkoelen. In de tussentijd schep ik hem lekker om. Dat geeft hem ook de tijd om lekker af te koelen. En heb ik gelijk de spek er lekker al doorheen zitten. Nou, en het ruikt nu al lekker. Maar je zal zien wat er gaat gebeuren als ik deze heerlijke saus erbij ga gooien. Ik gooi hem er gewoon helemaal overheen. Alles uit die schaal halen. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Dan ga ik hem doorroeren. En dan zie je dat hij gaat indikken op die spaghetti. En met die heerlijke spekjes die al in de olie en de boter eigenlijk zitten, die ik wel in had gedaan. Ja, je kan helaas niet ruiken wat ik nu ruik, maar... Oh man, dit is zo lekker. De Italiaanse keuken is fantastisch.
weinig ingrediënten, ontzettend lekker voedsel maken. Het ziet er een beetje rommelig uit in zo'n pan, maar ja, dat is in elke keuken. Ik bedoel, ga maar eens naar de Chinezen, ze hebben een puinhoop. Dus bij mij ook. En ik ben ook geen professionele kok. Maar ik heb zoveel reacties gehad op de Italiaanse mosselen die ik gemaakt heb. Dat het toch wel een jaar heeft geduurd dat we deze video nu maken. Maar dat komt wel voort uit het feit dat mensen dat echt aan me hebben gevraagd van wanneer ga je die nou eens maken. We hebben hem gemaakt en je kan, als je inzoomt hier met de camera, zie je wat de echte heerlijke onvervalste carbonara saus. En mensen, hier zit echt geen room in. Het is gewoon, dit is gewoon hoe het hoort. Het is fantastisch. Dan gaan we een bord pakken. Of maar gelijk vier. Denk ik zo. En dan ga ik ze gelijk op een bord presenteren. Heel simpel. Vanaf de pan. Zo lekker op het bord. Daar doe je een beetje kaas overheen. Dat kan altijd kaas worden nagevoegd, hè, natuurlijk. En niet te vergeten, nog een keertje peper. En dan zeg ik, oh, wat heerlijk. Voilà, de echte onvervalste spaghetti carbonara. Eet smakelijk. Ik zit nu zelf aan mijn eigen carbonara en ik kan zien hoe die eruit ziet. Lekker, lekker in de saus en de smaak is fantastisch. En je zou haast niet geloven dat hier geen room in zit, maar hij is echt lekker. Goed gelukt. Bon appétit.